De gemeente Nijmegen gaat kijken of het deel van de Graafse weg tussen de Rozenstraat en de Wolfskelseweg versmalt kan worden. De versmalling is onderdeel van het doel om van de Graafse weg een stadsweg te maken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de versmalling geen nadelige gevolgen heeft voor de doorstroming van het verkeer. Om hier zeker van te zijn, stelt de Raad voor om in oktober of november een proefopstelling te plaatsen. Als de versmalling doorgaat, beschikt dat deel van de Graafse weg nog maar over één rijbaan per rijrichting. De ruimte die dan vrijkomt, kan gebruikt worden voor het plaatsen van een ventweg, een middenberm of een fietspad.